tweede spoor daarnaast nog altijd die James Vrijthout. Loopt een wereldkoers, maar kijk naar Handelaar. Zullen we die vast noteren? Het lijkt er wel op. Daar komt hij aan de buitenzijde met hele grote stappen. Uw favoriet samen met Falco naar voren. Om te kijken of die koploper nog te achterhalen valt. Maar als hij zo hard komt, die nummer 1, dan zou je toch denken het gaat gebeuren. Echter, Mart Blankendaal, de man die net 50 jaar is geworden. Wordt het hem gegund bij die mijlpaal of niet? Excellent legume, vecht voor zijn leven. Maar dan komt hij aan de buitenzijde. Op maat, Kodai van Flevo eroverheen. Twee excellent legume. Geweldige derde is Falco. Close op plek 4. En bij de huldiging Heino Boer, onze ware ambassadeur op Facebook. Hij heeft een prachtige ereprijs voor deze winnaar. Godiva Flevo. Een vierjarige bruine merrie van Goodmals Wood uit Volga River. Gefokt door Aad van Schie en Tietje Sijp Iwama. Paard is in bezit van Nettle Racing. We hebben het vaak over PD, maar Nettle is er nog altijd hoor. En vandaag de overwinning voor Nettle. Bas Krebas, de trainer. Fred Handelaar, de winnende rijder. Heino Boer, de man naar wie de koers is genoemd. Heino, bedankt voor al je goede zorgen voor de baan. En hopelijk blijf je dat voor ons doen. En daarom hebben we jou de koers op naam gegeven. Fred, gefeliciteerd. Dat is Heino. Heino, bedankt. Het, het ontwikkelde zich aardig voor je. Ja, onderweg eigenlijk niet zo. Want ik zat op de rug van Eibert H. En ja, ik twijfelde van hier moeten we weg zien te komen. En dat duurde heel lang voordat ik erachter weg kon. Maar wat ze de laatste 400 meter loopt, ja, onvoorstelbaar sterk. Maar we hadden natuurlijk de overwinning van John de Leeuw op Duindicht met haar. Hadden we wel op het netverlies. Dus het voelde goed aan toen halverwege. Ja, want Tortuga B, met alle respect, dat is doorgaans wel andere koek. Dat bedoel ik. En hoe die toen achterhaald werd, was indrukwekkend. Fred, was het pas de eerste van het seizoen? Dit was pas de eerste. De tweede rit in de eerste. Nou, dat is een heel mooi gemiddelde. Hou dat vast. Dankjewel. Fred Handelaar, dames en heren, 27-voudig kampioen van Nederland, is ook weer aan het winnen geslagen. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Jaap ter Stal. Nou, Heino, mooie eer. Je hebt een mooie prijs voor hem. Hey, waarom doe je het eigenlijk, die voorbeschouwing? Vind je dat gewoon leuk? Ja, gewoon wel aardig. Je hebt een zwak voor Victoria Park. Ja. Je bent een kenner. Dankjewel, jongen. Blijf het doen. Nog 100 meter. 50 meter nog. De start is gevallen. Paarden onderweg. Goede start voor Gideon Vijip in het midden van de baan. Die snelt naar de leiding, maar krijgt de Belgische gast op zijn dak. En dat is paard nummer 6, James Vrijthout. En helemaal aan de buitenzijde komt er ook Mart Blankendaal als een raket naar voren met zijn nummer 7. En dat is Excellent Legume. En als die eenmaal aan kop komt, dan wordt hij heel gevaarlijk. En dat weet ook aan de binnenzijde Sjoerd van der Galie. Want die wil dat toch nog heel eventjes voorkomen. En dus hebben we in de beginfase een furieuze opening waarbij die keihard zijn best moet doen. Excellent Legume. Galop nummer 2. Om die kop te pakken, maar het is hem nu wel gelukt. En dan gelijk de handrem erop. En dan is het even de vraag of bijvoorbeeld die Belg daar zin in heeft. Want die kan nu langzaam oprukken naar de tweede spoor. We kijken verder weg in het veld. Zien we aan de binnenzijde een goede start voor Albert H. En aan de buitenzijde ligt ook daarachter mooi geplaatst Hiltje. Met haar nummer 5 Veld en Dynamite. En die heeft op dit moment een van haar grote concurrenten aan de binnenzijde. En dat is paard nummer 1 Godiva Flevo. Daarachter gaat Falco zo dadelijk koers op maat krijgen met Zinnige. Die kan naar de tweede spoor met zijn Falco. En bedenkt zich ook geen moment. Kan die toch lekker rijden, die collega van me. En daarachter volgt dan aan de binnenzijde nummer 9 van Excuse Me. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En het is daar dat een treintje in het tweede spoor naar voren komt. Maar ze hebben nog altijd te maken met de koploper Excellent Legume. Aan de buitenzijde staat die echter onder druk van James Vrijthout. En achter deze paarden dan mooi uit de wind. Maar hij moet ze wel even laten gaan. Paard nummer 4, Gideon of Egypt. Achter deze paarden aan de buitenzijde dan opkomend die nummer 5 Veld en Dynamite. En de koers begint zich toch wel aardig te ontwikkelen.
voor Falco, want vooraan zijn twee kamikaze-piloten aan de gang. Maar nogmaals, hij wil graag die kop houden, partner nummer 7, Axelan Legum, en houdt de kop dan ook. Goed, rust wedergekeerd en we zijn voor de laatste maal aan de overkant van de baan. En het is nog altijd aankop van het veld, die Axelan Legum. Op de tweede plaats is het James Freitag, maar er komt reactie, Falco. In het buitenste spoor, die trekt nu ten aanval. En dat doet hij samen met Veld en Dynamite. En dan is het de vraag of Sjoerd van der Galie ook nog iets wil, of dat die twee daarvoor aan toch gewoon hier te sterk zijn. Onregelmatig nummer 3. We komen af op de laatste bocht. En ook Fred Handelaar maakt zich zo langzamerhand op voor zijn eindstrijd met paard nummer 1 Godiva Flevo. Maar vooraan vindt hij gewoon nog een keer een versnelling. Die nummer 7 Excellent Legume. In het tweede spoor daarnaast nog altijd die James Freitout. Loopt een wereldkoers, maar kijk naar Handelaar. Zullen we die vast noteren? Het lijkt er wel op. Daar komt hij aan de buitenzijde met hele grote stappen. Uw favoriet samen met Falco naar voren. Om te kijken of die koploper nog te achterhalen valt. Maar als hij zo hard komt, die nummer 1, dan zou je toch denken het gaat gebeuren. Echter, Mart Lankendaal, de man die net 50 jaar is geworden. Wordt het hem gegund bij die mijlpaal of niet? Excellent Legume vecht voor zijn leven. Maar dan komt hij aan de buitenzijde. Op maat, Godiva Flevo eroverheen. Twee Excellent Legume. Geweldige derde is Falco. Close op plek 4.